Oké. Full Force Z-Power, All Out Pommeling, Trumbeak, Potverpikkie, kom op, doe je ding, laat het zien waarom ik offscreen heb getraind, jongens. Bam! What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rickachu en vandaag gaan we verder met Pokémon Sun op de Nintendo 3DS. De vorige keer hadden we best wel gefaald, het ging allemaal niet zo goed. We verloren zelfs van Olivia en ik was eigenlijk gewoon onvoorbereid. Ik had me niet voorbereid, ik onderschatte het een beetje en ik dacht het lukt allemaal wel. En toen lukte het opeens niet en ik kan me serieus niet herinneren dat ik een keer een gym battle of een Kahuna battle heb verloren de laatste tijd. Dus dat was best wel even een schok voor mij. Ja. Ja, nou ja, het kan gebeuren. Ik heb me nu dus voorbereid en ik heb me voorbereid op de manier dat Potverpikkie hier zo nu gaat evolueren. Ik heb ze ook allemaal, tenminste Potverpikkie, Jupiter en Torracat, heb ik een stone gegeven. Zodat ze die kunnen inzetten straks als ultieme Z-move tegen Olivia als het nodig is. Ik heb me even wat beter voorbereid. Ik heb dus offscreen ook een beetje getraind. Dat is nodig. Ik heb een paar Pokémon gewoon een paar levels omhoog gedouwd. Zodat dat allemaal beter zal gaan. En je ziet hier dus Trumbeak evolueren in een Toucanon. En dat is best wel tof. Toucanon is best wel vet. Nice. Dus hopelijk gaan we nu met deze Toucanon en met de Z-move gaan we proberen die Lycanroc natuurlijk te verslaan. Emil Overduin en Alessandro Dobbelaren zeiden dat onder andere. Dus shout-out naar jullie voor het meedenken. Super tof. En je ziet dat Toucanon is toegevoegd aan de Pokédex. Super nice. Hop. Oké, en wie ook gaat evolueren binnenkort is Jupiter. Die gaat ook evolueren. Oh, en Potverpikkie wil een nieuwe move leren, namelijk Beak Blast. En volgens mij is dat echt een zieke aanval, dus die hebben we geleerd. Nice, 1, 2, tada, hoppakee. Echo Voice is weg en we leren Beak Blast. En de volgende Pokémon die we dus gaan trainen is Ruimtespin. Die kunnen we hier best wel prima trainen, denk ik. Ja, dat gaat wel goed. Die moet nog één level omhoog, tenminste op level 22 evolueert hij normaal. Maar dat heb ik ook even uitgesteld, omdat ik jullie wil laten zien dat hij evolueert natuurlijk. Dat wil ik niet offscreen doen. Dus dat gaan we ook nog in deze aflevering even fixen. En als het dan een beetje mee zit, gaan we deze Gastly nu verslaan. Ja, dat denk ik wel. Hij doet al Curse en dan kunnen we hem super effective move om zijn oren gooien. Met Bite en dan hebben we hem wel verslagen. En dan gaat Jupiter, a.k.a. Ruimtespin. Ik vind het nog steeds echt een bazennaam, Ruimtespin. Die gaat evolueren. Bam, hij is nu al level 26. In de vorige aflevering was hij nog maar level 21. Dus we zijn aardig ver vooruit gegaan met Ruimtespin. En die gaat dus inderdaad nu evolueren. Ruimtespin is evolving. Let's go. Nice. Ik ben heel erg benieuwd hoe sterk Araquanid is. Of die echt een stuk sterker is dan Jupiter. Geen idee. Ik heb hem nog nooit gebruikt in een team. Dus ja, ik hoop dat we hiermee vooruit gaan. Hij ziet er best wel cool uit. Ik vind het echt wel een toffe Pokémon qua looks. Ik vind hem wel geslaagd. Araquanid's data will be added to the Pokédex. En daar is hij hoor. Bam! Araquanid. En dan zijn we nu denk ik wel klaar voor Olivia. We gaan weer naar Olivia toe. En het is gelijk een goede les voor iedereen, hè. Onderschat nooit iets in het leven. Onderschatting is zo'n slecht ding dat... Ja, daar kom je nergens mee jongens, met onderschatting. Dat heb je gezien aan de vorige aflevering. Ik heb Magneetoog, a.k.a. Magnemite, als eerste gezet. Die gaan we als eerste gebruiken met zijn Steel Attacks. Kijken of Lily ons nog wilt healen van tevoren. Dat zou ook wel leuk zijn. Nee, dat niet. Nou ja, maakt op zich niet zoveel uit. De vraag van de dag komt trouwens vandaag van Axel the Beast. En hij vraagt, wat is jouw favoriete Pokémon type? Ik vind Ghost-type sowieso tof. Gengar vind ik heel vet. Ik vind Dragon-types cool. Iedereen vindt Dragon-types cool. Maar ik vind Poison-Pokémon ook heel erg tof. Ik bedoel, met Poison-Pokémon kan je echt een puinhoop maken van iemands team. Dat is echt bizar. En vroeger vond ik Water-type-Pokémon altijd heel erg tof. Terwijl we nu gaan beginnen met de battle. Misschien is het sowieso wel tof om een keer een playthrough te doen van een game met alleen maar Pokémon van een bepaald type. Ik ga dat denk ik gewoon doen. Een miniserie en dan laat ik gewoon alleen de gym battles zien. Kijk, we doen nu in ieder geval Mirror Shot en we beginnen nu al best wel goed. Hij doet Rock Slide en die avoiden we. Dus dat is nice. We doen nog een keer Mirror Shot. Bam, en dan is No Special bijna kapot. We avoiden gewoon weer, jongens. Vorige keer zat echt alles tegen en nu lijkt alles wel mee te zitten als we nog een keer raken. Oké, Olivia doet een Super Potion, dus ik moet niet te vroeg juichen. Dat is weer die onderschatting, hè. Daar moeten we voor uitkijken. Maar het lijkt me best vet om een keer bijvoorbeeld in Black and White of in Heart Gold of Soul Silver gewoon alle
alles te doen met één bepaald type Pokémon. Dus dat wordt dan sowieso vuur, water of gras, omdat je daarmee begint. Lijkt me vet, gaan we denk ik wel doen. En dan laat ik gewoon alleen de gym battles en de elite voorzien. Gewoon niet de hele playthrough en dat doe ik gewoon wanneer ik zin heb. Dus niet wekelijks, maar gewoon af en toe als ik daar zin in heb. Hij doet nu Rock Slide en nu gaat hij me wel een keer raken, maar dat doet echt gewoon geen pijn. Je gaat me niet, ja, ik wil het niet heel stoer doen en absoluut, ik heb het al een paar keer over die onderschatting gedaan. Maar dit gaat tot nu toe best wel makkelijk. Echt bizar. Vorige keer hadden we zoveel moeite. Toen zat alles tegen. Misten we op de meest belangrijke momenten en lukte er helemaal niks. En nu gaat het zo goed, jongens. Nu gaat het zo goed. Ik ga nog niet switchen. Olivia stuurt er een bal door uit. En dan gaan we gewoon lekker door met Mirror Shot. We hebben nog 5 keer Mirror Shot over. Dus ik weet niet of we die heel vaak kunnen gaan gebruiken. Yes, de helft van zijn leven is al weg. Nice. Moet je zien. Zijn accuracy fell, dat gaat super goed. Mud Slap is wel super effective. Dat is niet nice. Dat is het nadeel van deze Boldor. Maar als we hem gewoon nu nog een keer raken, dan is het gewoon klaar met deze bol. Ah, dat gebeurde de vorige keer ook. Dit gebeurde de vorige keer ook, jongens. Toen misten we op het cruciale moment onze aanval met Magnemite. Onze Mirror Shot. En nu lukt hij wel. Nice. Boldor is weg. Boldor is... Yes! Yes, het gaat nu opeens supergoed, jongens. Het gaat nu opeens supergoed. Bye bye, Boldor. En dan krijgen we nu het probleem, hè. Dan komt nu Lycanroc natuurlijk. Magneto groeit trouwens naar level 28. Dus dat is super nice. Ze gaat nu Lycanroc eruit gooien. En dan gaat ze haar ultieme Z-move doen. Dus wat ik ga doen, ik ga nu switchen van Pokémon naar een Pokémon aan wie ik helemaal niks heb in deze battle. Dat is dan denk ik Vuurpoes. Ik ga gewoon Vuurpoes een keer opofferen, jongens. Echt bizar. Ja, maar daar hebben we nou eenmaal niet zoveel aan in deze battle. Sorry, Vuurpoes. Maar dat is ook je taak als teamleider, hè. Je bent onze teamleider. En af en toe moet je iets voor je team over hebben. Ja, ik ga gewoon een Bite Attack doen. Maar waarschijnlijk krijgen we nu de Z-move om onze oren. Kijk, dat bedoel ik dus. En die gaat gewoon super effective zijn. Dus ga er maar vanuit dat Vuurpoes gewoon down is. Continental Crush. Ja. Dit wordt een probleempje voor Torracat. Maar goed, hier rekenen we op. Hè. Dit doen we een soort van expres. Omdat Torracat niks voor ons kan betekenen in deze battle. Super effective. Vuurpoes fainted. I knew it. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. Wij gooien Potverpikkie er nu uit. Want ik heb namelijk de Phytanium Z aan Potverpikkie gegeven. En Fight Attacks zijn natuurlijk super effective tegen Rock Attacks. Dus wij gaan vechten. En dan gaan we onze Z-Power inzetten. Ja, dat gaan we gewoon doen. En die aanval heet All Out Pummeling. Oké, dan gaan we... Oh, hij doet Rock Throw. Hij is gewoon nog steeds sneller terwijl ik mijn Z-move doe. Hij doet Rock Throw, maar hij mist. Dus echt, alles lijkt nu gewoon mee te zitten. Want met een Rock Throw op mijn hoofd had ik ook een heel groot probleem gehad. Oké. Full Force Z-Power, All Out Pummeling, Trumbeak, Potverpikkie, kom op, doe je ding, laat het zien waarom ik offscreen heb getraind, jongens. Bam! Lekker! Helemaal af? Ah, nog net niet helemaal, dat is jammer. Lycanroc is nog niet helemaal neer, maar hij is wel echt bijna down, dus hij gaat nu sowieso niet aanvallen, denk ik. Misschien dat hij een superboontje krijgt, of misschien gaat hij wel aanvallen, ik weet niet. Nou, hij doet Rock Throw. Als we deze overleven, dan zitten we goed. Ja, we overleven hem. Nice. Dan doen we Rock Smash. En ik hoop dat het nu klaar is. Yes. Kijk. Zo moeten we het doen. Zo moeten we het doen. De vorige aflevering was ik gewoon echt een derp. Ik had mijn dag niet. Ik kon niet nadenken. Ik was super suf. Ik weet niet wat er was. We hadden verloren van de Kahuna Olivia, jongens. Ja, het moet een keer gebeuren. Ik doe nu al ruim een jaar aan YouTube. En al mijn filmpjes gaan altijd goed. En nu gaat het een keer niet goed. Maar nu wel. Nu hebben we Olivia verslagen. Diamonds only sparkle after coal is pushed to its absolute limit. You guys are the best. Here, the rock type Z crystal, the Rockium Z is all yours. Oké, dan gaat ze weer voordoen hoe we die moeten gebruiken natuurlijk. De Rockium Z, we hebben geen rock type in ons team, hè? Nee, ik gebruik bijna nooit rock types in mijn team. Oké dan, we hebben de Rockium Z. The grand trial is complete. Super nice. Ging een stuk sneller dan de vorige keer. Een stuk makkelijk. We hebben Snorlax genees nodig gehad. De vorige keer hebben we het echt bijna alleen met Snorro gedaan. De Rockium Z. Die hebben we gekregen. En nu ga je laten zien hoe we dat moeten doen. Hip movement is crucial, zegt ze. Oké. Nou, laat maar zien. Zo. Naast je. Zo naar voor je. Bam, bam, bam. Rockium Z. Oh, en dan nog. Draaien. Nice. 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 We hebben het gedaan.
Oh, en zij staat weer te kijken met de grote ogen. Use it well, the rock type. It's hard, sturdy, rugged and physically strong. So nothing like me at all. I guess opposites really do attract. Ze zegt rocktypes zijn supersterk, hard en alles. Eigenlijk het tegenovergestelde als wat ik ben. En misschien dat tegengestelde types elkaar toch aantrekken. Nebby is er weer uit de tas gekomen. Die komt continu uit de tas van Lily. By the way, Lily, this might be a bit weird question, but why even come to the ruins of life if you're not a real trainer? Oh, because of Nebby. Ja, Nebby wil hier naartoe, naar deze ruins. Nebby wil op een of andere reden altijd naar de ruins. En Lily begrijpt niet zo goed waarom. Nou, Olivia vindt Nebby wel een bijzondere Pokémon. Tapu Lele may be called the guardian deity of our island, but it also can run wild at times. Regular Pokémon normally avoid the guardians. Normale Pokémon willen nooit iets te maken hebben met Guardians, maar Nebby wel. Nebby wil gewoon naar de Guardians toe. Kijk, Nebby is weer lekker blij. Wait, that can't be right. I think your journey will hold many surprises and I hope it may hold many joints. I'll take you back to town, Lily. You're doing everything you can for your partner, even though you're not a trainer. Oké, Olivia heeft heel veel respect voor Lily. En Olivia begeleidt Lily terug naar het dorp. Hey, that is how. Oh, you're Kanuna Olivia. I'm how from Ikitown. You've gotta let me battle you. Okay. Oh, look at you. Guess what? The weird green guy from Aether told me to come to Hano Grand Resort. Okay, we moeten naar Hano Grand Resort nu. Cool. Olivia vindt ook dat we dat gewoon moeten gaan doen. We kunnen Charizard gebruiken om daar naartoe te gaan. The Grand Resort is achter de Dimensional Research Lab. En ja, een hoop vraagtekens nu. Niemand weet echt wat het is en wat het gaat doen, maar we gaan er gewoon naartoe. Hou zegt, ik ben niet zo sterk als mijn opa, maar ik ben nog steeds wel sterk met mijn Dartrix. Inderdaad, hou. Gewoon zelfverzekerd zijn is belangrijk. Ik vlieg nu maar gewoon op de rug van Charizard richting mijn volgende doel. Go Charizard! Yeah! Yeah! Het is wel vet hoor, trouwens. Ik blijf het tof vinden, die animatie. Het is echt wel flink verbeterd. Nu heb ik wel weer wat meer vertrouwen in mijn team. We moeten hier ergens naar beneden zo te zien. Volgens mij kan dat wel. Deze kant op. Zo. Oh, en we moeten gelijk battelen met een trainer. Dus volgens mij gaan we de goede kant op. Wat voor Pokémon heeft deze trainer? Beauty Brittany heeft wat voor Pokémon? Een Cubone. Oh, en dan hebben we natuurlijk net precies weer de verkeerde Pokémon vooraan staan. Nou, we kunnen wel even een Mirror Shot gebruiken. Kijken of dat iets doet tegen Cubone. Het is een Ground-type, dus... Nou, dat ging nog best wel goed. Cubone is blijkbaar niet zo goed. Alolan Marowak trouwens wel super vet. En dan hebben we deze Beauty Brittany alweer verslagen. Het lijkt nu opeens wel allemaal een stuk makkelijker te kunnen gaan, hè? Oh, en nog een battle tegen deze chick. En dit is een Hawaiian-achtige chick. Sowieso is Hawaii het thema waarop Pokémon Sun and Moon zijn geïnspireerd natuurlijk. Dancer Maika. Dancer Maika send out Oricorio en dat is een flying type sowieso. Dus daar doen we goed aan dat we Magneto als eerste hebben staan. Deze Spark Attack zal super effectief zijn. Bam! Later! Doei doei! Oh, sorry, het ziet er echt zielig uit als je zo op je snuit valt. Oh nee, vogels hebben geen snuit. Vogels hebben een snavel. Snorro level 27, Slijmbal level 29. Nice. Slijmbal wil knock-off leren. Knock-off is sowieso iets sterker dan Bite. Dus we kunnen Bite vergeten en knock-off gewoon leren. Nou, nice. Twee Pokémon weer. Een leveltje up. En ik zag daar, hier aan de linkerkant, een item liggen. Wat voor item is dit? Oh, een Rare Candy. Nice. Altijd goed om Rare Candies te hebben. Tof. Op, bam, 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 bam. Oké dan. Dan gaan we hier naartoe. Naar beneden. Deze kant op. En als we hier nu deze kant op gaan, de brug over, dan komen we daar waar we moeten zijn. En dat is namelijk dit resort. Ik zal even van mijn Tauros afstappen, want dat staat een beetje... Ja, het staat niet zo netjes als we op de rug van Tauros blijven zitten hier zo in dit hele mooie resort. Master Chuster, this is your first vacation in 3 years. Please forget that you are a famous star and just enjoy being a regular Pikachu for once. Oh, kijk, deze Pikachu voelt zich een superster. Super grappig. Oké dan, we gaan verder. Even kijken hoor. Waar staat degene die we moeten spreken? Volgens mij staat die hier ergens. Ik zie hier sowieso een Zygarde-cue. Nee, diegene staat daarboven. Maar we gaan gewoon hier eens even kijken wat hier allemaal te doen is. Hallo, jij ligt lekker te zonnebanken. Oh, niemand wil hier met mij battelen. Ik dacht dat dit wel een plek zou zijn waar iedereen wil battelen. Niet? Jij ook niet? Nee? Jij ook niet? Nee? Oké. Nou, dan ga ik hier zo de Zygarde Cube gewoon lekker pakken. Wat sta je hier te doen dan? Glistening Sweat, Slippery Goo, the perfect tune that keeps Hano Beach going. Pumiku, Chuku, Pumiku, cool. Chuckers are desperately needed. Oh, ja, ik wil je wel even helpen hoor. We moeten dus gewoon een Pumiku, Pukumuku, wat een woord joh. Pukumuku's moeten we gaan zoeken en die moeten we terug in de zee gooien. Er zijn hier nog 6. Dit lijkt me wel een Pukumuku. Of niet?
Oh nee, dit is een Sandy Guest. En dat is niet nice om daar tegen te vechten. Sandy Guest, wel een hele aparte Pokémon trouwens hoor, Sandy Guest. We gaan gewoon nog een keer met Mirrorshot proberen. Oh, hij avoided the attack en dan doet hij Bulldoze. En Bulldoze super effective. Wow, oké, kunnen we hier gewoon weg? Ik wil gewoon nu even weg, want dit schiet natuurlijk niet op. Je moet ook niet met een Magnemite een strand oplopen. Dat is echt gewoon niet slim. Tenzij het water ingaat. Als je het water ingaat is het natuurlijk geen probleem. Kijk, dit is een Pyukumuku. Dat is één. En daar ligt er nog één. Dat geluidje. Dat geluidje is super vet. Oké, waar liggen er nog meer? Even goed kijken. Is dit... Nee, dit is geen Pyukumuku. Dit is weer een Sandy Guest. Ah! Oh, dit is een Staryu. Oh man, nu heb ik natuurlijk net gewisseld. Hè? Heb ik net gewisseld. Want nu heb ik ruimtespin vooraan staan. Ah! Oké, we rennen maar gewoon even weg. Laat me zitten. Hier is nog een Pokémon. Zou dit dan weer een Sandy Guest zijn? Ah, weer een Staryu. Meh. Moet je trouwens zien. Ruimtespin ziet er echt super groot uit zo op dat scherm. Die is echt wel flink gegroeid, jongens. Ah, ik kan niet weg. Ik krijg een Bubble Beam op mijn hoofd. Nou, dan gaan we battelen. Oh, je bent een Ground-type geworden nu. Dat is niet echt super handig, meneertje Staryu of mevrouwtje Staryu. Want dan kan ik gewoon nu een Bubble Beam op je hoofd doen natuurlijk. Hij doet Swift, die raakt mij altijd, maar het doet geen pijn. Ja, nu kan ik gewoon Bubble Beam doen. Dus dat is super effective. Dat was echt geen slimme move, Staryu. Sorry. Doei. Maar goed, we waren op zoek naar Pyukumukulukus. En die gaan we nog eens even zoeken. Pyukumukuluku, where are you? Is there Pyukumuku? Luku Chuku? Yes, Pyukumukuluku. Volgens mij moeten we er nu nog drie, jongens. Nog drie Pyukumukulus. Ik vind... nu nog twee dus, oké. Oké, next. We krijgen waarschijnlijk vanzelf wel een melding als we ze allemaal de zee in hebben gegooid. Hier, nog één Pyukumuk. Ik denk dat we er nog eentje moeten nu. Even zoeken, hoor. Even zoeken... Zou dat trouwens een leuke Pokémon zijn voor mijn team? Pyukumuku. Hier is volgens mij de laatste. Ik weet niet of dat een toffe Pokémon is. Het lijkt me niet zo'n hele goede Pokémon. Maar ja, je weet natuurlijk nooit. Sta je opeens voor verrassing en is dat echt een basis Pokémon? Hebben ze allemaal gehad, meneer? Volgens mij wel, toch? Yes! Oké, now they are safe back where they should be. And the beach is safe for our guests. You're a real good worker, you know. You have a real knack for Pyukumuku chucking. And I've... Got your pay ready for you right here. Nou, wat krijgen we van die met deze meneer voor dit al ons werk? Wow, zo, dat is best veel. 20.000. Nice. Daar ben ik wel blij mee. Ha, super tof. Nou, als ik nog een keer werk voor jou moet doen, dan hoor ik dat graag. Want dit vond ik best wel leuk voor 20.000. Kom op. En dan gaan we nu hier naar boven. Ik denk dat we hier naartoe moeten om verder te gaan met onze storyline. Even kijken hoor, wie is daar? Wie staat daar op ons te wachten? Wie is dit? Dit is... Vraagteken. So you've come at last, but forgive me, I have yet to introduce myself. You may call me Faba? Faba, je hebt echt een rare bril, vriend. Je hebt echt een rare bril. I told you before that I would show you some place astounding, right? Well, that wondrous place is Aether Paradise. Let me tell you about Aether Paradise. Just as the name suggests, Aether Paradise is a... What a veritable paradise for Pokémon that floats far out in the sea surrounding Alola. Een of ander artificial eiland gemaakt met menselijke technologie om Pokémon te beschermen. Ik weet niet, man. Ik vertrouw deze dude niet. Volgens mij... Nee, ik kom wel met je mee, maar ik vertrouw jou voor geen meter, jongen. Good. Then you come with me. Aether Paradise will amaze you. Hou gaat natuurlijk ook mee met ons. En professor Kukui en Olivia zijn ook hier. Even Kahuna Olivia has come to see you off. Olivia is best wel tof. Ze zegt, als een Kahuna kijk ik om naar alle trialgoers. Zijn soort van mijn eigen kinderen. Dus dat is wel vet. Ze is nog nooit getrouwd geweest. Ze weet niet hoe het voelt om kinderen te hebben. Maar Olivia is wel tof. En ze zegt, de grootste vijand dat ben je altijd zelf. Inderdaad, dat was de onderschatting uit de vorige video. Inderdaad. En de beste vrienden, dat zijn je Pokémon. De beste partners. Hou bedankt iedereen. En we vragen of de professor mee komt. Nee, de professor komt niet mee. Maar we mogen wel alles over dat eiland aan hem vertellen. En de volgende eiland waar we naartoe moeten is Oola Oola Island. Oola Oola Island. Oké, cool. Maar eerst, volgens mij, naar Aether Paradise. En dan gaan we lekker gezellig met z'n allen met de boot. En dit is niet zo'n grote boot als de Saint Anne, zoals we die kennen uit Pokémon Red and Blue. Dit is gewoon een kleine jacht. Of kleine, ja, het is niet echt een speedboot. Ik doe even trouwens alsof ik verbaasd ben tegen hou. Nou, en dat stelt hij wel op prijs. Ik weet geen eens waar het over ging eigenlijk. Maar goed, wij gaan dus naar Aether Paradise via deze
boot. Daar zie je hoe lang de reis duurt. Nou, dat is nog best wel ver eigenlijk. Dit is Aether Paradise. Een artificial eiland. En dat ziet er dan zo uit. Ziet er best wel luxe uit. Ziet, ja, volgens mij is hier veel geld gespendeerd om dit werkelijkheid te worden. We zien Hypno, Alola, Meowth en een Miltank. We zien water, we zien allemaal mannetjes, waaronder wij zelf. Wij staan daar zo. Here we are, you two. This is Aether Paradise. En wat loopt daar? Een Young Goose en een Sudowoodo. Nou, er zijn best wel veel Pokémon hier zo. En ze zien er op zich wel blij uit. Al ziet Sudowoodo er natuurlijk altijd blij uit. Oké. Faba, wat is er allemaal met je aan de hand, jongen? Tuurlijk, de nieuwste technologie. Ze maken hier nieuwe Pokéballs. Oké, dat is wel vet. Oh, maar we kunnen geen Pokéballs gebruiken als we in Aether Foundation zitten. Dus we kunnen hier geen nieuwe Pokémon vangen. Dat is best wel jammer. Want je weet nooit wat voor Pokémon hier dan zitten, hè? Hallo, mevrouwtje, wie ben jij? Wie is deze mevrouw? Dit is mevrouwtje, vraagteken. Excuse me, Mr. Faba. Yes, excuse you. What is the meaning of that form of address? Oh, Faba zegt, spreek me aan met meneer of professor of weet ik veel wat. Hoe die genoemd wil worden. Hij doet wel een beetje stoer. Maar volgens mij respecteert niemand hem echt. Oh, het is branch manager Faba, oké. Nou, Faba is onderweg naar de president. En wij mogen gezellig met Faba mee. Nou, helemaal top. Superleuk, gezellig. Ja, oh, ga je gewoon alleen? Oké, Faba die denkt van, nou, ik ga gewoon eerst lekker alleen. En dan, laat ik jullie over aan deze mevrouw met de grote roze bril en het mooie paarse krullend haar. My name is Wiki. Nou, nice to meet you. Oh nee, iedereen zegt Alola altijd, hè, in Alola. Nou ja, laat ik het maar netjes doen dan. En hij zegt, hoe weet je wie wij zijn? Oh, een van de werknemers had al verteld wie wij waren. Nou, ze willen ons graag rondleiden. De hoofdingang is boven en dan moeten wij waarschijnlijk met haar mee. Yep, zo te zien wel. Shall we zip right up there? Ja joh, prima. Laten we lekker naar boven gaan. Ik heb helemaal niks te zeggen. Al ongeveer 7 minuten lang kan ik niks doen. Dus het zal allemaal wel goed zijn. Nou, die rent gelijk vooruit. Oh, Oranguru staat daar. Tof. Oranguru, Rockruff, Pikachu. This is the main entrance. You can have your Pokémon taken care of the reception. Oh, dit is een soort van Pokécenter. Pikachu approves. Wicca vraagt aan ons, zijn we van plan om Pokémon kampioenen te worden? Natuurlijk. Natuurlijk zijn we van plan Pokémon kampioen te worden. Dat hoef je geen eens aan ons te vragen. We zijn nu 11 jaar en dat proberen we gewoon. Ja, Hou wil eigenlijk vooral gewoon zijn opa verslaan. Kan ik ook wel begrijpen. Nou, nu gaan we dus blijkbaar naar boven. Het gesprek is afgelopen en dan wil ze onze bovenverdieping laten zien. En dit is de bovenverdieping. We zijn helemaal boven. En hier staan allemaal boompjes en rotsblokken. En hier zijn blijkbaar ook allemaal Pokémon. Maar die mogen we dus, zoals Faba net ook al zei, mogen we hier niet gebruiken. Jammer genoeg. Ze houden Pokémon hier die aangevallen zijn door Team Skull. Oké. Ze proberen de Pokémon sterker te maken. Bijvoorbeeld Corsola. Corsola is een beschermde Pokémon soort blijkbaar. Oké. Hier zie je Corsola en Starmie. Nou, super schattig. Trouwens, Corsola die kan je alleen maar krijgen op een bepaalde breedtegraad in Pokémon Go. Dat is wel echt crap. Die is heel moeilijk om te krijgen. Dus, nou, ze begint nu lekker wat te lezen of zo. Ik ben er nu wel een beetje klaar mee eigenlijk, met het hele lange verhaal. Ik ga het gewoon maar eens even doorskippen nu. Want het duurt me nu allemaal wel heel erg lang, jongens. Het duurt me nu allemaal wel heel erg lang. Dat is sowieso het nadeel van Pokémon Sun and Moon. Het is echt een mega verhaal af en toe. We zijn nu serieus al 10 minuten of zo aan het opnemen. Terwijl ik al 10 minuten bijna niks kan doen. We moeten naar president Lusamine. En ze zou hier ergens moeten zijn. Nou, kunnen we dan nu eindelijk wat gaan doen? Ja, zo te zien wel. Maar dat is in ieder geval voor de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. En blij bent dat we nu wel Olivia gewoon normaal hebben verslagen. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en Nintendo Switch video's. En dan zie ik jullie later. Muzzle!